Helpen en geholpen worden. Dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente Heerenveen wil inwoners helpen bij het zoeken en het vinden van passende oplossingen en mogelijkheden. Daarom is er nu de website heerenveenhelpt.nl. Heerenveen Helpt maakt het inwoners gemakkelijk om hulp te vinden en om elkaar te helpen. Op de website vind je antwoorden op vragen over wonen, welzijn, zorg, opgroeien en opvoeden en werk en inkomen. Kom je net uit het ziekenhuis? Dan kan je op de site informatie vinden over verzorging en verpleging. Zou je graag wat actiever willen zijn? Dan vind je er tips over vrijwilligerswerk en activiteiten in je buurt. Of zoek je een fysiotherapeut? Op de site kun je zien welke fysiotherapeuten in jouw omgeving zitten. Maar heerenveenhelpt.nl is er niet alleen om het antwoord te vinden op je vragen. Samen met wehelpen.nl zorgen we ervoor dat je ook iemand anders kan helpen of zelf om hulp kunt vragen. Een soort trefpunt voor hulp dus. Neem bijvoorbeeld Jasper. Hij woont alleen en heeft zijn been gebroken. Hij zoekt iemand die wat boodschappen voor hem wil doen. Jasper plaatst een oproep. Martin leest zijn oproep en biedt aan om Jasper te helpen. Of Linda. Sinds kort is Linda weduwe. Koken voor één persoon vindt ze vervelend. Via de site plaatst ze een oproep en al snel vindt ze Maria, die 4 straten verderop woont en in een vergelijkbare situatie zit. Linda en Maria spreken 2 keer per week af om voor elkaar te koken. Samen eten is ook nog een stuk gezelliger. Heb je iemand in je omgeving die veel hulp nodig heeft? Dan kun je ook samen met anderen deze hulp bieden. Henk, Marieke en Erik helpen gezamenlijk mevrouw Boersma met klusjes in en om het huis. Via de site spreken ze af wie wat doet en wanneer. Dus heb je een vraag? Zoek je hulp? Of wil je graag iemand anders helpen? Heerenveenhelpt.nl